Papieren theater. Spelen met figuren en decors. Het papieren theater is een van de huiselijke genoegens van het 19e eeuwse gezin. Deze vorm van juvenile drama imiteert in decors, theateropbouw en effecten, in acteurs en in de gespeelde stukken rechtstreeks zijn grote voorbeeld, het echte theater. Het aardige aan een papieren theatertje is het geknutsel vooraf. Veel figuurtjes, decors en zetstukken moeten soms ingekleurd worden. Dan komt het uitknippen en het vastplakken. Dat is vaak een heel gepriegel, maar wel 90% van de voorpret. In Engeland is het Toy Theater enorm populair geweest. De Londense firma Pollock houdt zich als enige nog bezig met het herdrukken van oude stukken en theaters. Spelen die op de markt gebracht worden zijn avonturenstukken als Ali Baba, The Miller and His Men, pantomimes en bewerkingen van Shakespeare. Applaus!